workshop wordt gegeven door Bart Vonk. Bart, jij bent de voorzitter van het Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. En jij gaat het hebben over de afgelopen droogteperiode en hoe de afstemming was tussen het Rijk en de waterschappen. Dus veel succes. Ja, nou, ik inderdaad Bart Vonk. Ik ben een van de drie voorzitters van de Landelijke Commissie Waterverdeling, LCW. Samen met Harold van Waver, die jullie vanmorgen hebben gezien, en Hans de Vries. En de LCW is niet Rijkswaterstaat. Dus Marjan kon zich nog net voorstellen als zijnde hoogrenerschap Stichtse Rijnlanden. Ik zou me nu kunnen voorstellen als Rijkswaterstaat, dat ben ik ook. Maar mijn rol is voorzitter LCW. En LCW is eigenlijk een coördinatiecommissie waar waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, KNMI in zitten. En wij doen dit dus ook met z'n allen. Dus ik ga een presentatie geven, maar ik ga zo direct aan het einde welke soort casus pakken van hoe kunnen we de samenwerking verder verbeteren. Want uiteindelijk moeten we met elkaar het managen. En heb ik jullie input nodig om weer als voorzitter het werk goed te kunnen doen richting Den Haag. Een aantal van de sheets die ik ga presenteren zijn vanmorgen misschien ook geweest. Dus een stukje herhaling, maar ik ga zo nu dan probeer ik de verdieping in te gaan. Dus deze zagen jullie vanmorgen ook al. Hè. Ja, we hadden eerst een verwachting van stormen en hoogwaters. Ik ben namelijk ook nog voorzitter van de Landelijke Commissie Overstromingsdreiging, LCO. Dus dan begin je hiermee. Heel januari echt actief. En toen werd het droog wat dat plaatje aangaf. Dus over ongeveer dezelfde locatie. En dit verloop heeft Harold vanmorgen ook laten zien, maar het geeft wel aan dat je eigenlijk van 1 juni tot 20 december bezig bent, 5 maanden lang. En er zitten gewoon een aantal momenten in waarbij we samen de informatie moesten genereren. En je dus eigenlijk als voorzitter LCW een verhaal brengt wat het verhaal van iedereen moet zijn. Dus we begonnen eigenlijk op 4 juli. Van de eerste persconferentie. Dat was een verzoek van de Unie van Waterschappen. En wij waren nog een beetje van, ja, moet je nou wel zo snel al een persconferentie gaan doen? Maar de Unie zei van, nou ja, het is een start van het droogteseizoen. Er is best wel iets bezig. En misschien is het best wel goed om de media alvast warm te maken. En te informeren, zodat ze weten hoe dat in elkaar zit, hoe het werkt. Bij wie ze terecht kunnen komen voor vragen. Dus dat hebben we 4 juli gedaan. Dat was op locatie van het waterschap, zodat we ook heel nadrukkelijke uitstraling deden van joh, de waterschappen zijn uiteindelijk degene die uiteindelijk die maatregelen ook moeten treffen. En een week later zie je al dat we opschalen naar niveau 1. Dus toen hadden we eigenlijk de situatie van een dreigend watertekort. Geen feitelijk watertekort, maar een dreigend watertekort. Dus dat is een opschaling. En 2 weken later zie je al dat we eigenlijk anticiperend op de situatie die wij al zagen aankomen. Want we kijken altijd ongeveer 2 weken vooruit. Dat we zeiden van, je kunt gaan wachten tot er echt een watertekort gaat ontstaan. Of je gaat alvast maatregelen inzetten. En dat is dan die kleinschalige wateraanvoer bij het gemaal de aanvoer, Leidse Rijn. Die hebben we eigenlijk heel tijdig aangezet. Die hebben we eigenlijk 2 weken eerder aangezet dan wat wij verwachten dat nodig was. En waarom? Omdat het hele watersysteem eigenlijk de andere kant op moet gaan stromen. En je weet dat voordat zo'n systeem echt reageert en zich ingesteld heeft, dan ben je gewoon 2 weken later. Dus als je wacht tot het moment waarop je het zou moeten doen, ben je eigenlijk al te laat. En dat is ook constant onze kernboodschap geweest naar de media, hè, de persconferenties, elke publicatie hebben wij de hele tijd gezegd, we hebben plannen. We voeren die plannen uit en ze zijn eigenlijk al in werking. Dus wij zitten helemaal niet te wachten. Dat was eigenlijk telkens onze kernboodschap. We zijn gewoon vooruit aan denken. En ook in vooruitdenken, dat was dan een week later. Harold die meldde dit vanmorgen ook eventjes. Maar misschien wel even aardig een achtergrond erachter te zetten. Want wij zagen op een gegeven moment dat het IJsselmeergebied, dat er een aantal waren die heel veel water aan het innemen waren. En wij wisten eigenlijk niet waarom, want volgens ons was het systeem redelijk gevuld. En toch waren ze heel veel water aan het innemen. En dan weet je op een gegeven moment, dat gaat niet goed. Want dan, als iedereen het gaat doen, dan ben je eigenlijk mijn water aan het stelen, zou je kunnen zeggen. Zo'n spelletje, wie steelt mijn water? En dan weet je dus dat het gewoon dat problemen gaat geven. Dus wij zagen het als LCW aankomen. We hebben het ook in onze LCW-vergadering benoemd. Besproken en gezegd, weet je, oké, vanaf nu gaat iedereen het water innemen uit IJsselmeer, wat ze gemiddeld de weken ervoor ook deden. Dus de afgelopen week vergeten we eventjes, we gaan weer terug naar wat je normaal deed.
Nou, de hele LCW, dan zit je met de ambtelijke vertegenwoordigers. Ja, dit is een goed besluit, kunnen we mee leven. En bedenk, hè, dat heeft dan een cascadewerking, want dat betekent dat Rijkswaterstaat ook moet doen. Het is weliswaar ons systeem, maar ook wij moeten ons aanhouden. Dus wij gingen bij Muiden minder water innemen dan we normaal deden. Dat betekende, als je dat doordenkt, dat water namen we in om de Spiegelplas te beschermen en de Naardenmeer te beschermen, maar ook om het zouttong van het Noordzeekanaal terug te dringen. Dus de consequentie van zo'n besluit is dat wij tegen Amsterdam hebben moeten zeggen, wij vragen jullie zuiniger te gaan schutten met je zeescheepvaart. Dus zo'n beslissing is niet even een lichte beslissing die je neemt. Zo'n beslissing werkt door naar iedereen en heeft dus zelfs best wel stevige consequenties naar de zeescheepvaart gehad. En Amsterdam zag dat heel goed in, hoor. Die snapte dat, dus ze hebben ook echt hun schutproces aangepast. Ik denk niet dat er een schip minder Amsterdam heeft bereikt, maar ze moesten gewoon veel slimmer gaan managen hoe ze dat gingen doen. Maar toen werd ik dus 2 dagen later of een dag later zelfs gebeld vanuit de RDO Noord van een van de partners is het er niet mee eens en die wil dat jij nu gaat zeggen dat er een sproeiverbod voor de agrariërs nodig is. Ik zeg, nou, dat ga ik helemaal niet doen als LCW-voorzitter, want wij verdelen het water, of tenminste maken afspraken, maar het is aan de regio om te beslissen welke maatregelen er achteraan vandaan komen. Maar dan merk je dus dat op ambtelijk niveau werd er gewoon gevocht. Hè. Ze vochten elkaar echt op dat moment de tent uit. Die RDO-voorzitter kwam echt eruit, die belde me op van, ik kom er niet meer uit, ik kom er niet doorheen, jij moet nu gaan ingrijpen. Ik zeg, ik ga niet ingrijpen, want zodra ik dat 1 keer doe, dan is mijn rol als voorzitter ook weg. Maar als ambtenaren met elkaar vechten, dan weet je dat die ambtenaren misschien best wel willen samenwerken, maar dat ze een opdracht van bovenaf hebben. En op dat moment moet je onmiddellijk gaan escaleren. Dan moet je niet ambtelijk door blijven modderen. Dan moet je gaan escaleren, moet je de bestuurders bij elkaar gaan zetten, want die kunnen met elkaar die afspraken maken. Nou, dan werd ik s'avonds dus gebeld door de bestuurder van het betreffende waterschap. En die heb ik het uitgelegd en die zei, ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Dus dat was een vrijdagavond en maandagochtend zaten al die bestuurders bij elkaar. Dus dat was eigenlijk de achtergrond van bestuurlijke overleg. En toen die bestuurders bij elkaar zaten en elkaar even diep in de ogen keken, kwamen ze eigenlijk conclusie, ja, dat voorstel van het LCW van die woensdag, dat was dus de woensdag ervoor, is eigenlijk best wel een goede afspraak en we houden ons er allemaal aan. Dus nee, soms moet je ook niet doormodderen, maar dan moet je opschalen, escaleren en dan moet je elkaar ook bij helpen. Dus dat zo'n RDO mij dan belt en ik dan dus die bestuurder van het waterschap aan mijn lijn heb en zeg, joh, misschien is dit de beste lijn. Ja, dat is soms ook nodig, zo'n interventie. En ik vind het eigenlijk wel mooi, want zonder wrijving geen glans. En ik vind dat je die discussie ook op het scherp moet hebben. Dat daar ook de bestuurders echt over moeten gaan kiezen. En je merkt ook dat, en dat is vooral met het succes van het hele droogteseizoen, dat polderen werkt gewoon. Het samen om de tafel gaan zitten, elkaar in de ogen gaan kijken, met elkaar beseffen dat we gezamenlijk een probleem hebben, dat we gezamenlijk eruit moeten komen, is de kracht van Nederland. En dat heeft zich tijdens deze droogteperiode, vind ik, bewezen. Dus we hebben eigenlijk ook nooit een calamiteit gehad. Ik noem het altijd maar beheer onder bijzondere omstandigheden. Wat was nou bij de luizenmoeder? Dat vinden we niet. Ja, dat vinden we niet raar, maar dat vinden we alleen maar heel bijzonder. Dus ik vind het ook eigenlijk een bijzonder jaar met bijzonder weer. Maar we hebben eigenlijk niet echt een calamiteit gehad. Behalve dan misschien voor ondernemers die natuurlijk wel in hun bedrijfsvoering heel hard geraakt zijn. Dus voor een individuele ondernemer kan het natuurlijk wel degelijk een calamiteit zijn geweest. Maar als je op nationaal niveau kijkt, volgens mij was dat niet aan de hand. Een week later zie je dan de opschaling naar niveau 2. En ook hier wil ik best wel een doekje oplichten. Eigenlijk hadden we hier al moeten opschalen naar niveau 2. Heel formeel, als je kijkt naar de criteria, naar een feitelijk watertekort is als je onder de 1000 kuub of 1100 kuub op dat moment zakt op een lowbid. En de weken voor zaten we precies op het grensje. Dus eigenlijk heel formeel. Maar ik wist als we dat zouden gaan doen op dat moment, dat niemand ervoor klaar zou staan. De communicatie stond niet klaar. Je krijgt onmiddellijk de persmedia over je heen. En je gaat dus eigenlijk iets lanceren waarbij je weet dat er onrust in de maatschappij kan staan, omdat simpelweg de communicatie nog niet klaar staat om die boodschap goed te brengen. Dit ging gewoon te snel. En een tweede afweging was dat we hadden alle maatregelen al gewoon in gang gezet. Dus het maakte ook niet uit of je een week later, het zou in je maatregelen niks hebben uitgemaakt. Dus we deden gewoon al wat we moesten doen. Het was gewoon een definitiekwestie van dreigend naar feitelijk watertekort. Nou, die twee argumenten waren voor de voorzitter NTW ook
reden dat zij ook zei van ja, ik vind ook misschien verstandiger is dat we die ene week extra nemen om de media goed voor te bereiden, de andere departementen ook goed mee te nemen, want uiteindelijk is het dan ook een verantwoordelijkheid van andere ministeries om daarin te handelen. En die week hebben we geweldig goed benut om die persconferentie, we dan uiteindelijk 2 augustus hebben gehad, live op televisie, ook gewoon, dat ging van mij echt heel erg goed. En we konden echt heel goed ook op de mediavraag ingaan. We konden daarmee ook mogelijke onrust in de maatschappij goed voorkomen. Dan zie je alweer 3 dagen later dat in één keer plotseling een forse wind opsteekt en vanuit het westen dus eigenlijk op de Nieuwe Waterweg een enorme hoeveelheid water naar zoutwater richting Hollandse IJssel gestuurd wordt. Weten dat dat gewoon de Hollandse IJssel opgaat. Weten ook dat het niet verstandig is om de Hollandse IJsselkering dan dicht te zetten. Omdat je daarmee eigenlijk het waterkwaliteit erachter verslechtert. En toen hebben we echt op die dag, het was mijn verjaardag overigens ook dan, hè. Dus beneden zaten mijn kinderen te barbecuen en ik zat boven alleen maar te bellen. Hadden wij het sublieme idee van het hoeveelheid water op de Waal is meer dan genoeg. Als we dat water nou via de Betuwepand over Hagestein sturen, dus Hagestein even trekken en dan extra water naar beneden stromen, dan krijg je zo'n waterduw dat je die zoutprop terug kan duwen en daarmee kan voorkomen dat Hollandse IJssel verzilt. Dat zijn ook beslissingen die je gezamenlijk weer moet nemen, want dit is weer zo eentje, dat klinkt simpel. Maar dan weet je dat de stroomsnelheid op het Betuwepand zo hoog gaat worden dat de scheepvaart in gevaar gaat komen. Dus veiligheid gaat voor alles. Dus wij hebben echt een keuze moeten maken ten nadele van de scheepvaart. We hebben dus echt gezegd, nou oké, stremming scheepvaart op het Betuwepand. Je kunt omvaren, je bent weliswaar langer bezig. En toen hebben we ook Schuttevaart proberen te bellen op zondag. Hey, alles overwegend, we pakken de verdringingsreeks. We weten vanuit de verdringingsreeks dat dit een verstandig besluit is. We nemen hem en dan kreeg je dus maandagochtend meteen Schuttevaart aan de lijn van wat is dit en zonder ons raadplegen. Die waren echt boos. Nou, dat konden wij teruggeven. Wij kunnen echt aantonen dat jullie hebben geprobeerd te bellen, maar het is niet gelukt en we moesten dit besluit nemen. Het was een goed besluit. Maar toen zeggen we ook, we gaan meteen meten. Dus aan het einde van de dag wisten we al dat die stroomsnelheid reuze meeviel en toen hebben we ook weer vrijgegeven voor de scheepvaart en toen waren ze wel weer blij. Overigens moet ik wel zeggen dat deze hele droogteseizoen, alle maatregelen die we hebben genomen, is de scheepvaart telkens degene die het meeste nadeel heeft ondervonden. Bijna elk besluit die we hebben genomen, zag je scheepvaart aan het eind van de lijn zitten. Dus ik moet echt wel respect hebben voor het geduld van de schippers. Dat ze het ook geaccepteerd hebben, dat ze ook snapten dat de verdringingsreeks zo werkte. Maar eigenlijk was het terugdringen van versilting kon je alleen maar doen door extra zoet water aan te voeren. En dat ging telkens de kosten van inzet voor sluis, voor scheepvaart. Dus we hebben gewoon sluizen moeten openzetten om zoetwatersystemen in te krijgen. Nou, 9 augustus, weer een droogtemonitor. Waterkwaliteit kwam toen in beeld. En dan zie je eigenlijk plotseling een periode van dat gelijk bleef. Dus je ziet hem echt opbouwen tot 9 augustus. Evenement overkwam ons. Wisten we goed op te reageren. En daarna zag je dat eigenlijk een soort als stabiliseerde. En toen kwam ook het scheepvaartbelang veel meer in belang. We konden veel meer gaan kijken van hoe kunnen we scheepvaart ook bedienen. Dus we gingen 3 keer per dag een minst gepeilde diepte afgeven. We hebben locaties waar we wisten dat er verontdiepingen in de hoofdvaarweg zaten. Die zijn we ook actief gaan baggeren. Nou, 27 september uiteindelijk afschalen. 10 oktober nog eens een droogtemonitor. We werken aan het herstel. Grondwater gaat heel erg lang duren. En uiteindelijk 20 december definitieve afschaling naar niveau 0. Nou, hoe werkte de samenwerking dan? Want daar ging dit een beetje over. Niveau 0 is natuurlijk normaal waterbeheer. Bij 1 komt het landelijke crisiscombinatie bij elkaar met 6 regionale droogteoverleggen. Dit zijn de 6 RDO'en, zoals dat afkoor. En elk RDO is gesitueerd rondom het watersysteem waar het zoet water uit kan halen. Dus dit is een heel grote RDO, maar die zijn dus volledig afhankelijk van het IJsselmeer om het zoet water binnen te halen. Twente RDO Gelderland haalt uit de IJssel. Zuidoost haalt het voornamelijk uit de Maas als bron. Zij moet het uit Haringvliet en de Grevelingen, dacht ik, halen. En zij haalt vooral uit het Amsterdam-Rijnkanaal.
Nou, dit is dan weer IJsselmeer. Dus elk RDO is gesitueerd rondom... rondom een systeem. Maar wat wij dus op een gegeven moment wel... en dat vond ik ook wel mooi om te zien... dat er toch cascades in zitten. We moesten aan het publiek uitleggen dat maatregelen op de Maas echt... dat je hier misschien agrarisch dan best wel konden besproeien... wat hier niet meer kon, maar moet je uitleggen... dat die systemen ook losgekoppeld zijn. Maar die beslissing om bijvoorbeeld hier te zeggen... we dringen allemaal terug naar wat we altijd innamen... zie je dus de cascade naar dit systeem ontstaan. Dus je zag elke beslissing die je namen... zag je gewoon automatisch dat het doorwerkt naar die andere RDO'en. En dan is dus het samenwerken in LCW essentieel. Want je moet gewoon een keuze constant doordenken... van wat betekent het dan voor mijn collega's... En is dan het middel niet erger dan de kwaal. Dus dat is wat we constant hebben gedaan in de LCW's. Ik zie Pascal echt zo ja knikken, want jij zat er regelmatig bij. Niveau 2, dan gaat er dus een heel ander mechanisme gebeuren. Want bij niveau 1 kunnen wij nog beslissen, maar bij niveau 2 gaat het naar Den Haag. Dus toen moesten wij ook als voorzitter soms gaan opknippen. En dan is dus weer belangrijk te samenwerken. Dus ik zat eigenlijk constant in Den Haag. Om te zorgen dat de NCCT geïnformeerd was, dat de minister geïnformeerd was, dat de DG geïnformeerd werd, alle departementen geïnformeerd werden. En mijn collega Hans de Vries zat vooral in Lelystad om te zorgen dat alle informatie gecoördineerd werd, de juiste besluiten werden genomen, dat de juiste droogtemonitor ontstond. Dus op een gegeven moment ben je gewoon met twee teams gewoon parallel aan elkaar aan het werken om het allemaal te managen. En dan zien wij een beetje ons als voorzitter LCW dat wij de regio vertegenwoordigen in Den Haag. En wij verwachten dat de besluiten door de regio weer wordt geïmplementeerd. Hè, dus via de RDO weer in de waterschappen. Dus je ziet die wisselwerking heel mooi gebeuren. En dat kan alleen maar als je elkaar vertrouwt. Als je weet dat er geen gekke dingen zijn. Dat je weet wat de feiten zijn. Dat je weet dat wat de ene vertelt, ook de ander vertelt. Dus ook hier heel nauw samenwerken met de Unie van Waterschappen. In communicatie wil je niet dat een droogtemonitor en een persbericht... haak staat op wat de Unie van Waterschappen ook communiceert. Dus constant afstemmen, communicatie afstemmen. Nou, dat laatste hebben we gelukkig niet meegemaakt, maar ik kan wel zeggen dat de minister heeft de ministerraad heel goed geïnformeerd en dat de minister-president ook na het zomerreces als eerste zijn interview ook hier iets over heeft gezegd. En mijn trots is dat hij dan letterlijk een quote van mij heeft herhaald, dus dat is dan toch, dat staat wel bij mij ergens boven mijn bed nu geschreven. Nou, wat inhoudelijke kwesties waar we tegen zijn gekomen. De grootste was toch wel die problematiek van hoge gronden. Want daar kun je als LCW eigenlijk helemaal niks mee. Je kunt geen water naartoe brengen. Er zijn zelfs natuurbeheerders die het ook echt niet willen. Hè. Die zeggen, we willen geen gebiedsvreemd water in ons systeem hebben. Dus hier zie je ook dat soort... Maar het werd wel constant in de MTW, in de management team water... dus constant ingebracht door de provincies. Die hebben daar natuurlijk een heel groot belang bij, de provincies. Dat is ook hun rol... om dat in te brengen, maar we konden er niet veel mee. Dus in de beleidstafel droogte die nu opgezet is dit echt een heel belangrijk onderwerp van hoe gaan we dat grondwater om. Verzilting, dat viel ons echt deze keer echt op. IJsselmeergebied, we hebben het water zo lang moeten vasthouden dat op een gegeven moment gewoon de kwaliteit achteruit gaat. Je kunt niet doorspoelen, dus de zoutgehaltes lopen op en op een gegeven moment was drinkwaterinlaat niet mogelijk. Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, daar zaten twee dingen tegen. Eén, de bouw van de nieuwe sluis. Waardoor de middensluis, waar we normaal het kleine verkeer doorheen schutten, niet beschikbaar was. Dus we moesten ook het normale binnenvaartschip moest allemaal door die grote Noordersluis. Nou, dus elke keer een treinwagons vol zout wat in het gebied gaat komen. Door zo'n bouwproject. En twee was het sluiseiland... Nou, ik ben even de naam kwijt. In het Amsterdam-Rijnkanaal was geamorfeerd. Die was weggegraven. En dan zie je plots dat er natuurlijke weerstand weg is gehaald. En dan kan het zout ook veel verder kanaal opgaan. Dus we hebben echt innovatieve buizen op de grond moeten plaatsen met belletjes om een bellenscherm te doen om dat zout tegen te gaan. Dus ook innovatie heeft een hoop ruimte gekregen. Rijn-Maasmonding is de afgelopen jaren voor de scheepvaart uitgediept. En je ziet in één keer dat zoutgehalte veel verder ingaan. Dus daarmee... probeer ik ook uit te zeggen dat misschien heeft de scheepvaart deze keer wel heel lang achteraan gelegen. Maar veel van die verzilting is ook ontstaan door voordelen voor de scheepvaart. Ze de afgelopen 10 jaar voordeel hebben gehad. Dus mag ook misschien, als je het helemaal optelt, misschien wel zeggen van... nou ja, weet je, zo nu heb je er een nadeel van. Maar over het algemeen heb je er ook heel veel voordeel aan. En nou ja, de schipper zelf heeft natuurlijk het beste jaar ooit gedraaid. Alleen dat betalen wij als, uiteindelijk als consument voor.
De watervoorraad IJsselmeergebied was dus een punt. We hebben echt de discussie gehad van hoe ver kan het nog uitzakken? Wanneer gaan dijken instabiel worden? Dan krijg je dus ook zoiets dat een vermeende expert dan ergens roept, die dijken die gaan instabiel worden als het water meer onder de min 40 zakt. Ja, ik ben een geotechneus. Onzin in mijn beleving. Gewoon echt onzin. Maar ja, op dat moment, als die vraag wordt geroepen, moet je hem wetenschappelijk gaan weerleggen. Dus je kan wel daar, dus moesten we echt aan het werk zetten van weerleg dat dit onzin is. Nou, dat konden ze gelukkig heel snel doen, maar het kost je wel heel veel tijd. En wanneer stopt het mogelijkheden voor Wetskip Friesland bijvoorbeeld om water in te laten? Is dat bij min 40? Is dat bij min 50? Bij min 60? Wanneer kun je nog die opvoerhoogte van die pompen hebben? Nou, dat moest ook allemaal echt goed uitgezocht worden. En op een gegeven moment ga je ook naar de winterperiode. Dus moet je het IJsselmeerpeil weer laten uitzakken naar min 40. Terwijl Europa net had gezegd, u mag nog langer veevoer blijven vertelen. Dan zou je juist het IJsselmeerpeil zo hoog mogelijk willen houden. Dus je kreeg allemaal conflicterende zaken waar je mee te doen hebt. Nou, de lage waterstanden, rivieren en gevolg scheepvaart is dus echt een ding van, die bodem zakt maar, die rivier zakt ook mee. Maar je krijgt daar gewoon harde steenlagen waar de schepen op vast gaan lopen. En wat ook een vraag is de verdringingsreeks goed? Dus dat is ook een vraag die nu gesteld is. En ons advies nu aan de beleidstafel gaat worden, ja, die verdringingsreeks is goed. Alleen de uitleg van wat al die termen binnen de verdringingsreeks betekenen, daar kunnen we wel iets aan doen. Nou, dit is dan ook een heel belangrijk middel geweest, de communicatie. En hier zit je dus ook weer in die samenwerking. Je moet allemaal dezelfde boodschap als waterschap en Rijk blijven uitstralen. En toen startte was mijn DG, directeur-generaal, die zei meteen, Bart, jij bent nu voorzitter, heb jij mediatraining gehad? Ik zeg ja. Heb je ook al mediaervaring? Ik zeg nee, mooi, dan ga jij dus maandag, ga jij een hele dag getraind worden. En dinsdag stond ik inderdaad voor de NOS-camera, kon ik het uitleggen. Dus dat had zij heel goed ingezien. Ze zei, dat is het grootste risico van deze hele crisis, communicatie. Als we dat niet goed doen. En we kregen dus ook een hele strakke regie vanuit het ministerie en de Unie van Waterschappen erbovenop. Dus wij waren niet zo vrij om te praten. We kregen echt een hele duidelijke regie van, dit is de kernboodschap en zo gaan we het doen. En dat, ik vond dit echt heel goed. Ja, ik echt gewoon, dat er gewoon duidelijkheid is, dat we dat afgestemd hebben. En dat we dit soort quotes allemaal met elkaar bedenken. Want wat begrijpt de burger? Nou, Michelle Blom is natuurlijk begonnen met die persconferentie van de kraan blijft aan. Dat was bedacht door de DCO, dus de communicatieclub van haar. En op het laatste moment heeft ze er zelf nog achter gezet. Ik hoop wel dat u hem zo nu dan uitzet. Hè. Dat was wat zij spontaan te plaatsen bedacht van, dit is misschien niet helemaal. De goed gevulde regenton van Harold. Landelijk geen crisis, maar beheer onder bijzondere omstandigheden. We hebben plannen en die voeren we al uit en ze zijn effectief. Hè, wat de Engelsen dan zeggen, we are alert and not alarmed. Dit was de quote die Rutte heeft herhaald, die ik had bedacht. We hebben eigenlijk 3 maanden typisch Hollands weer nodig. Willen we weer naar een normale situatie komen. En daar zit u niet op te wachten in uw vakantie. Hè? Dat is letterlijk wat hij zo heeft gezegd met een grote grijns. En 10 minuten water bij Lobet is voldoende om heel Nederland van drinkwater te voorzien. Weet je, dat relativeert ook wel weer. Hè? Wij zitten in Nederland natuurlijk best wel gunstig wat dat betreft in een delta. En die verhoogde zoutgehalte bij Andijk, ja, er werd heel veel paniek over gemaakt. Maar als je het uiteindelijk uitrekende, was het gewoon eigenlijk 1 extra boterham wat je eet op een dag. Ja. Ja. Maar deze werd dan vervolgens door analisten weer uit elkaar gehaald. Maar in bruine boterham zit meer dan zout. Hè. Er zit ook, ja, letterlijk, dan krijg je dat terug. Oké, okay. Ook leuk. Oké, dan ga ik eventjes, want de denk in scenario's is ook wat we iets samen moeten doen. LCW kijkt eigenlijk 2 weken vooruit. Environment Asia heeft ons geleerd van think big, act early, be visible. Die zeiden al tegen ons, dit kan tot in oktober doorduren. En adviseerden, ga eens een keer met reasonable worst cases aan de slag, 6 weken vooruit. Ons taak is overzicht houden, rust houden, weten wat je gaat doen als dit inderdaad 6 weken vooruit gaat. We hebben dan die scenario's uitgewerkt. En dat deden we dus ook in grote groepen. Hebben we ook bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Ondernemers bijgevraagd. Want die weten waar Shell afhankelijk van, waar Schiphol afhankelijk van. Dus we hebben echt hier breed samengewerkt. Uiteindelijk kwam daar per RDO een set van maatregelen uit. En toen ik dat in Den Haag presenteerde, zag iedereen ook weer tot rust komen. Oh, wacht even, jullie zijn in controle. Jullie hebben ook 6 weken vooruit ideeën erover. Nou, dit is dan zo'n reasonable worst case die we op 19 augustus, reasonable was de, hij zal niet verder dan 750 kuub zakken op terrein, 20 kuub op de Maas. Neerslag tot eind september, reasonable is dat
40 mm en niet minder gaat worden. De temperatuur hebben we een reasonable worst case gedaan. En de wind, ja, je kunt in één keer wel natuurlijk een enorme storm krijgen met springtij. Dus dan krijg je weer zoutindringing. Gisteren hebben we een workshop met de Engelsen gehad. De Engelsen doen dit heel erg systematisch op basis van modellen. En ik heb gezegd, wij hebben het eigenlijk op basis van expert judgment gedaan. We hebben hier gewoon een grote groep mensen bij elkaar gehad. En gewoon hun gezonde verstand laten werken. En daar waren de Engelsen weer van gecharmeerd. Dus gisteren hebben we echt gewoon beide dingen samengebracht van een soort wetenschappelijke modelonderbouwing hiervan en die expert judgment die wij hebben toegepast, ja, beide leidt dan tot mooie reasonable worst case, die uiteindelijk op dat moment toen we hem hadden gedaan, zagen het IJsselmeer wat stijgen. We zagen in deze gebieden wel dat zelfs in de reasonable worst case, dat scheepvaartbeperking in natuur en landbouw bleef een probleem. En dat toenemend zou kunnen worden dat de verzilting blauwalg en ook de onomkeerbare schade zou ontstaan. En we, met die reasonable worst case kwamen we ook een aantal dilemma's tegen. Dus ga je het IJsselmeer doorspoelen om het zoutgehalte omlaag te brengen of moet het vasthouden voor de landbouw? Vismigratie, ja, dat zie je plots ook om bestuurders schrikken. Vismigratie hebben we dat ook. Ja, we hebben een wettelijke verplichting om langs. Want die vismigratie, dat betekent dus dat je de sluizen open moet gaan zetten naar zee. Dus je moet zoet water uitlaten. Dat is een conflict ten opzichte van ik wil het vasthouden. En het winterpeil laten zakken van het IJsselmeer. Dus dat, zo'n reasonable worst case bracht het eigenlijk tot deze drie dingen. Nou, dat is weer beheersbaar. Als je dingen klein maakt, dan kun je ook niet doen. Nou, uiteindelijk denk ik dat we het enorm goed hebben gemanaged en kunnen afschalen. Maar toen was iedereen ook echt een beetje aan het einde van het Latijn. We zijn nu een soort cursus stresshantering aan het doen. Ik zeg, nou, besef dat als mensen dit 5 maanden hebben gedaan, dat 3 maanden daarna merk ik dat nog steeds in hun systeem te zitten. Je merkt nog steeds mensen kortaf worden. Dat mensen nog steeds. Dus zo'n hele lange periode betekent wel iets voor je stressafhandeling. Ja, en ik wilde eigenlijk nog vragen over samenwerken. Van, hebben jullie ideeën hoe dat samenwerken? Is dat goed gegaan of zou het nog beter kunnen? Maar ik weet niet, zoveel tijd hebben we niet meer. Nee, we hebben nog 10 minuten. Oh. Oh. Heel goed van jou trouwens. Dan hebben we wat meer tijd. Want een van de casussen is geweest dat wij uit de waterschappen en uit Rijkswaterstaat signalen kregen dat de rivierwaterstand al zo lang laag stond dat langzamerhand kleilagen die onder, dus niet de toplagen, maar de kleilagen dieper onder de dijken, waarschijnlijk ook aan het ontwateren waren en dat die aan het uitdrogen waren. En ja, ik denk altijd, ik hou altijd van tekenen, maar wat wij dus een beetje bang voor waren, als je een dijk hebt met een mooie kleilaag hier en die gaat uitdrogen en je hebt hier de rivier, dat als de rivierwaterstand omhoog gaat en hier zitten scheuren door die uitdroging, dat je intredepunt voor piping misschien niet hier ligt, maar misschien al hier is, waardoor je hier in één keer problemen gaat krijgen. Dat was echt iets waar wij vanuit de LCW ons zorgen over maakten. En we kregen ook signalen van het verdeelpunt Pannerden is ook op deze kleilaag gebouwd. Dus als er hoog water komt en je gaat je verdeelpunt gebruiken, wordt die niet door, omdat die kleilaag uitgedroogd, misschien gewoon van zijn fundamenten geduwd. Dus deze vraag hebben wij opgepakt als een early warning en hebben we rondgestuurd naar alle waterschappen van je kunt dit niet zien met je inspecties, dus wat je ook, als zou je 1000 kilometer gaan inspecteren, je zult dit niet zien. Je zult hier waarschijnlijk toch echt boringen moeten gaan nemen, kleimonsters naar boven moeten halen om te kijken van hoe is de vochtigheidsgraad in deze kleilaag. Is die goed? Prima. Dan is er niks aan de hand. Is die uitgedroogd? Dan kun je er nog niet veel aan doen, maar dan kun je wel bij het komend hoogwaterseizoen extra naar buiten gaan, extra gaan inspecteren op die plekken waar je dit hebt geconstateerd. En dan kun je misschien tijdig ingrijpen. Ik moet eerlijk zijn dat ik maar van 2 of 3 waterschappen een reactie terug heb gekregen. Ik denk, ja, was dit, hielp dit? Rijkswaterstaat heeft trouwens ook gereageerd en we zagen bij onze Hollandse ijsverkering wel degelijk dat kleischeuren zaten in de aansluiting op de vaste constructie. Hè. Daar was je echt losgekomen te staan. Hebben we ook de CTW ingeroepen om te kijken van wat moeten we daar doen. En dat is ook opgelost op tijd. Maar voor de rest hebben we eigenlijk, vond ik, relatief weinig reacties gekregen. Dus ik had echt zoiets van, was dit een goede early warning, ja of nee? Helpt dat, ja of nee? Moeten we dat vaker doen, ja of nee? Dus ja, waar, die samenwerking moet 2 kanten op gaan en waar kunnen we elkaar helpen? Dus dat was eigenlijk mijn vraag aan jullie van, wat kan beter? Ik zie je geven, Bart. Ja? Ook niet uitgebreid, maar ja, je vraag is wel degelijk binnengekomen. Maar het was zo buitengewoon dat wij even moesten nadenken, is dit nou echt realistisch? En eigenlijk, Vallei Veluwe langs de IJssel zagen we extreem lage rivierstanden, dus konden we hem plaatsen.
Nederrijn eigenlijk niet. En ik heb vanmorgen ook met een collega hier beneden staan praten uit het rivierengebied. En die zijn eigenlijk de Betuwe wordt van twee kanten vanuit de Waal, vanuit de Nederrijn van water voorzien. En zeker met de hoge rivierstanden van nu wordt het hele systeem daar vol water gedrukt. En zien wij langs de IJssel ongeveer hetzelfde gebeuren. Dus het was extreem. En we moesten wel even nadenken van hoe realistisch is dit. Ja. Dus vraagteken, maar wij weten het ook niet. Ja. Maar we werden hier niet echt heel erg paniekerig van. Maar als je het over twee richtingsverkeer hebt, dus wij vangen signalen op. Hè, dit hebben we niet zelf bedacht. Vangen signalen op, we geven hem door. Dan is het wel heel fijn als je signaal terugkrijgt. Nee joh, dat speelt hier niet. Want dan kunnen wij ook weer richting Den Haag geruststellen. Het is verkend. Bij komend hoogwater, geen zorgen. He, dus dat bedoel ik met twee richtingsverkeer van stel jullie early warnings op prijs op deze manier. We hebben trouwens, ik denk de minister aansloeg het woord early warning, dus dat hebben we omgedoopt naar van we hebben een iets andere term gebruikt van let op of zoiets. Want je moet ook met je woorden, maar het is natuurlijk wel, wij pakken iets op uit onze omgeving, denken de rol is van ons om door te geven, maar het is wel heel fijn als je weer terugkrijgt, want dan kun je ook je omgeving weer informeren van Oké, dit speelt niet. Hè? Dit is fake news. Of ook daar hebben we natuurlijk genoeg van gehad de afgelopen zomer. Ik had een vraag of er nog een relatie is geweest met de algemene kolom. Hè? We zitten nu in de waterstaatskolom. En als bijvoorbeeld de elektriciteitscentrales hun water niet meer kunnen lozen of innemen. Dat punt komt ook. En dan kom je opeens in een hele ander traject buiten je waterstaatskolom. Ja. Zijn er nog momenten geweest, dat veiligheidsregio's en of andere zaken. Nee, dus de MTW, in de MTW daar zitten die departementen bij. Hè. Dus niet de belangenvereniging, behalve drinkwaterbedrijven. VWINS was eigenlijk de enige belangenvereniging die aan tafel zat. De rest ging allemaal via de ministeries. Maar die scenario's bijvoorbeeld, dan zegt de EZ ook van, ja, weet je, wij hebben geen probleem met elektriciteitsvoorziening, omdat wij genoeg koelwater hebben, maar Duitsland wel. En als Duitsland een power failure hebben, hebben wij het hier ook, want die grids zijn aan elkaar gesloten. Dus op die manier zijn andere departementen heel druk mee gaan denken en kijken. En ook het NCT, van kan de maatschappelijke onrust. We hebben een hele dag gehad over wat zou er allemaal aan opstanden, rellen, weet ik wat kunnen gebeuren als het echt gebeurt. Hè? En we zijn er ook op voorbereid. Dus ja, het is echt heel breed meegedacht. Ja. Pascal. Ja, ik kom even de microfoon. Samenwerken, hoe kun je dat doen? Samenwerken, hoe kun je dat doen? Ik ben voorzitter van het RDO Zuidoost inderdaad, zoals Bart net ook zei. Wat ik merkte sinds 1 januari 2018, dus ik ben nog heel vers in die wereld. Wat ik merkte was dat als je het gesprek met je collega waterbeheerders aangaat, hè, dan, want je hebt er ook, ik ben van Rijkswaterstaat, maar je hebt er mensen van het waterschap zitten, 4 of 5 bij ons, maar ook van de provincie. Als je het gesprek met hen aangaat en dat je het hebt van, we zijn als RDO een team en we moeten elkaar meenemen in wat er speelt en kom los van je eigen organisatie, maar zie jezelf als een waterbeheerder, dat heel erg helpt. Dat betekent ook dat je veel meer geïnteresseerd bent in elkaars problematieken, knelpunten, dat soort zaken. Dat merkte ik ook op een gegeven moment, want ik moest op een gegeven moment, was die LCW, die kwam elke week in Lelystad, iedere woensdag weer. Dus daar ging ik vanuit Roermond, dat is een heel stukje rijden. Met je dus heb je tijd om na te denken. En dan op een gegeven moment had ik zoiets van, ik voel me helemaal geen Rijkswaterstaat meer nu ik onderweg ben in het LCW, maar echt als een waterbeheerder. En dat ik dus ook het woord en de mond was van de waterschappen en provincie. En dat helpt heel erg om, ook bij dit soort vraagstukken, elkaar goed te informeren, blijven informeren en ook in te leven van hoe belangrijk is elkaar meenemen en informeren, hoe belangrijk is dat nu? Om ook goed voor de dag te komen als RDO ook. Dat zou ik willen meenemen. En het samenwerken werkt dan gewoon. Ja, zeker bij dit soort situaties is je verbonden voelen met elkaar. Dus echt, ik praat dan in termen van ik ben waterbeheerder en zo spreken de overgeleden van de RDO ook. En niet meer ik ben van Rijkswaterstaat en jij van waterschap. Dat helpt heel erg. Mijn naam is Dick Heijbrink. Ik weet niet of de vraag hier helemaal gesteld moet worden, maar je had op een gegeven moment over zout doordringing vanuit de Nieuwe Waterweg naar
naar het oosten. Zou het geholpen hebben als je op dat moment de kering bij Maastricht had gedicht? Hebben we overwogen. Dat is echt een van de plannen geweest. Maar dat ding is niet voor ontworpen, hè? Dus dat is één. Nee, maar dat is op papier. Ja, wat wij hebben gezegd is, we gaan niet experimenteren met onze primaire waterkering die we in september misschien keihard nodig hebben. En dat was voor de DG echt een besluit, oké, ik ga het niet doen. Dus we hebben wel degelijk op papier gehad. We hebben ook de specialisten naar kijken, die zeiden, we weten niet wat hij gaat doen. En als je het niet weet, dan gaan wij niet spelen met onze primaire waterkering. Want in oktober heb je misschien keihard nodig en dan krijg je spijt van als je zoutindringing voor hebt laten gaan op primaire waterkering. Dus in onze we hebben gewoon onze verdringsreeks gepakt. Gaan we niet doen, primaire waterkering. No way. Okay, ja. Ik had nog een tweede, maar voordat ik daar aan begin, mijn complimenten over jouw verhaal. Dankjewel. Ik bedoel, ik sta daar buiten, ik kom mij over mee en ik vond het eigenlijk fantastisch wat je nou hebt laten zien. Nou, een applausje. ik had nog even een vraagje ook over die droogte komt nadat het geregend heeft. Stel dat een KNMI of een andere meteorologische organisatie gezegd heeft, jongens, we krijgen nu een droogteperiode. En het pijlbesluit van het IJsselmeer zou je op een andere manier anders kunnen inregelen. Zou dat iets voor de toekomst zijn dat je denkt van nou, als het weer gaat, wat we vanochtend horen dat het nog veel vaker gaat gebeuren. Nee, maar het flexibele pijlbesluit is genomen. En die mochten we toen, want dat is nu een besluit, maar daarvoor hadden we de ruimte ook al om te doen. Alleen we kregen het pijl niet meer omhoog. Dus nee. We hebben het echt wel geprobeerd, maar we kregen hem niet op het niveau wat we meer kregen. Want de droogte ging te snel in. Oké. Ja. Nee, ik dacht als je in januari al weet dat het heel droog gaat worden. Ja, maar we kijken 2 weken vooruit, hè. Dat is... Bert de Wit, Rijkswaterstaat. Vanochtend heeft Harold van Waveren het woord slim watermanagement benoemd. En ook gezegd dat dat verder uitgerold moet worden. Dat heeft hier alles mee verdoen. Maar zou je dat even kunnen toelichten? Ja, slim watermanagement is constant balanceren. Hè? Dus constant ingrijpen. Zoals op het Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaal. Daar hebben we echt slim watermanagement toegepast. Je weet exact waar die zouttong telkens zich naartoe beweegt. En je weet ongeveer hoeveel kuub water je nodig hebt om weer terug te duwen. Dat zijn gewoon ervaringscijfers. Dus je bent constant aan het balanceren van gaan we nu de scheepvaart beperken en wat extra water inlaten. En zodra het niet meer nodig was, gingen we de scheepvaart ruimte geven. Dat is dus het slim watermanagement. Normaal neem je maatregelen en zeg we laten hem lekker werken. Maar hier zijn we constant aan het meten geweest, gekeken of de maatregel nog proportioneel was of niet. En dan breng je hem ook weer terug als het niet meer proportioneel is. Want je weet dat andere functies ook schade leiden. Dus dat is een voorbeeld waar je met slim meten, het systeem kennende, hè, daar ben ik dan weer trots dat ik collega's heb, die gewoon dat systeem heel goed kennen en precies weten aan welk knop je kunt draaien. Zo ook dat incidentje op mijn verjaardag, dat er gewoon collega's zijn die zeggen, nou als we dit en dit en dit doen, gaan we die zoutprop terugdruwen. En het werkte. En dan denk ik van, dat is ook wel heel fijn om met dat soort mensen te kunnen werken. Maar dat is constant slim watermanagement. Want ik begreep het ook vooral in de context dat je dat alleen maar kan als je dat ook goed samen doet. Ja. Ja. Nou, dan zit de tijd er nu wel echt op. Het is nu wel echt 4:30. Bart, super bedankt voor je interessante verhaal. Hartstikke bedankt. Bedankt voor het luisteren.